Ja. Maar leuk dat je dat vraagt. Ja, maar dat zie je trouwens hoe liefdevol die andere twee gitaristen zijn. Eén punt brengt het snoer in orde, dan andere gaat gewoon. Goed man. Ja. Zeg maar op de vierkante millimeter. Ja, ja, dat is oké, okay, daar heb ik wel een goed voorbeeld van. Kan je even op de dingentaal uitdrukken? Want dan heb ik kan niks. Yes. Kijk, wat bijvoorbeeld is met slide. Ik speelde afhankelijk heel clean slide, weet je wel. Dus bijvoorbeeld. Het is wel hard. Maar als je een solo neemt van Mississippi Fred McDowell bijvoorbeeld, hè, dat is van Bluesman, dan speelde ik het eerst zo. Zo clean. Maar daar kreeg ik dus een commentaar van je moet het wat meer, ja, ze noemen het dan hardcore, je moet wat meer hardcore spelen. Dus niet in een solo, in een solo, maar. Dat meer rammelt, weet je wel, expres meer rammelt. En dat zijn gewoon wat nuanceringen die ja, het is maar heel klein, maar maakt wel net het verschil in hoe authentiek het klinkt. Als je het heel clean kan en je gaat er vervolgens met slide daar wat effecten op aanbrengen, dan is het beter als dat je bij wijze van spreken dat je niet precies weet hoe hoog je moet. Dat zie je op de gitarist zelf uit. Maar die doen niet. Maar die doen niet. Omdat ze niet precies weten wat de hoogte is. Dus je weet wat de hoogte is en je brengt dan een effect aan, zoals een vibrato, dan klinkt het gewoon beter.